Yo guys, tof dat jullie weer kijken. Ik zit hier heerlijk vanuit mijn raam te genieten van een zonnetje. Quarantaine chillen noemen we dat, zoiets. Hey, voor vandaag hadden we beloofd een filmpje te uploaden over dat we aan het spelen zijn met een gewichtsvest. Nou, dat filmpje is in de maak, maar we stellen hem nog even een weekje uit. Want er komt iets heel tofs tussendoor. In ieder geval een tof projectje voor ons, maar dat merken jullie vanzelf wat dat is. Voor nu kunnen jullie genieten van deze challenge. Niet alleen genieten van hoe Jurian en ik hem pakken, maar de uitdaging is ook aan jullie natuurlijk om deze challenge te gaan doen. Het is namelijk de Paasbaas Challenge. Paas is al voorbij. Het zegt niet dat je deze workout niet meer kan doen. Dus probeer het. Volgens mij hebben we best wel een goede tijd neergezet. Scherpe tijd. Probeer hem te verbeteren. Tag je maatje die deze challenge ook moet doen. Je hebt er verder helemaal niks voor nodig. Je kan hem gewoon lekker thuis doen. Dus blijf lekker bewegen, ga aan de slag. En wij zien jullie in het volgende filmpje. Alright, tijd voor de paasbaas workout. Let's go, fijne Pasen. I'm sick of lying here all alone and nearly sleepless at night. I'm honest, it's boring. 1,000,000 demons surrounding me, picking up fight. It's toxic. You were the best I ever had, but every second you were screwing me over, and now I'm done with it. I guess that there was no surprise. Deleting you out of my mind. Isn't it iconic? Standing on the front line, steady going forward without knowing the direction. I need to be honest. It was for the better. Now every day is perfect for a lifetime celebration.
Julian, 13 minuut 20, 15 minuut 45. Nice, succes.